Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is toch tamelijk bewolkt boven Nederland, al lijken er wel wat gaten in het wolkendek te zitten. Die gaten die zijn lastig zichtbaar voor de satelliet. Maar je ziet het al in het dagbeeld, in het dagbeeld van de satelliet. Ineens veel grijzigheid boven Nederland, het lokaal komt nog mist voor en verder zijn er laaghangende wolken. En rondom het Markenmeer en in het zuiden van het land, daar zijn ook een aantal opklaringen. En voorlopig blijven we nog wel in de wolken zitten, want boven Engeland en boven het kanaal ligt een storing klaar die ons uiteindelijk vanavond zal gaan bereiken. Dat zien we ook goed op de animatie. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Morgen overdag zijn er dan ook een aantal droge perioden, maar al snel volgt een nieuwe tweede storing waardoor het opnieuw op veel plaatsen gaat regenen. Woensdag kan het dan in de loop van de dag deels opklaren in het zuiden van het land, terwijl het in het noorden misschien nog lang grijs en druilerig blijft. Zoals ik al zei, vanavond en vannacht is het bewolkt en dan zijn er ook perioden met regen. In een groot deel van het land valt die regen, misschien dat het in het zuidwesten van het land al geleidelijk aan een beetje droog wordt. De temperatuur die daalt daarbij naar ongeveer 4 tot 6 graden. En een opklaring die er nog is, een sporadische opklaring, kan het lokaal nog mistig worden. Morgen is het dan de hele dag grijs en zijn er verspreid uh, perioden met regen. In de middag zijn er ook een aantal droge perioden, maar blijft de bewolking overheersen. En in de loop van de avond dan komt opnieuw een zwakke storing binnen en daaruit gaat opnieuw uh, regen vallen. Het is dus ook zo dat we helaas de Geminide, dus vallende sterren, behorende bij de Geminide-zwerm, niet kunnen zien. En dat hebben we dus allemaal te danken aan die bewolking en de regen. Het is morgen overigens wel ietsjes aan de zachte kant voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 7 en 9 graden. Ook woensdag valt er eerst nog wat regen. Met in de loop van de dag vanuit het zuiden steeds meer drogere momenten. Misschien dat in het zuiden van het land het zonnetje soms nog eventjes doorbreekt. En de temperatuur die loopt daarbij op naar 9 of 10 graden. En daarmee is het dan meteen de meest zachte dag van de week. Donderdag en vrijdag dan is het opnieuw overwegend bewolkt. Zien we het zonnetje iets vaker, maar is het iets minder warm. Met op donderdag 8 graden en op vrijdag nog maar een graad of 6. En in het weekend gaan we uiteindelijk de zon iets vaker zien. Maar neemt s'nachts ook de kans op vorst toe. Want je ziet het, vanaf het weekend neemt de kans op vorst ietsjes toe. Maar echt, winterweer zit er voorlopig niet in. Met name volgende week, dan lijkt de kans op nachtvorst toch wel uh, ja, aanwezig. En uh, sowieso de vorst op neushoogte lijkt dan ook wel enigszins waarschijnlijk. Maar uh, met temperaturen rond het vriespunt overdag, uh, de, waar we dan eigenlijk steeds verder boven zitten, is het nog ja, alles behalve winterweer. Ook een witte kerst, die kans lijkt momenteel nog heel klein. Maar daarvoor is het nog veel te ver om er een goede uitspraak over te kunnen doen. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl